de video, mensen, want ik ben skeer en heb geen vrienden. Hou je bek, ik haat jou. Ik haat jou. Jezus, wat leuk, wat fijn, wat leuk. Grappig leuk. Jezus, wat fijn dat jullie er weer zijn. Jezus, wat leuk. Dankjewel dat jullie mij een kans geven om de video te bekijken. Camera en ik zijn hele goede vrienden. De camera van mij is mijn enigste vriend. Als je mij ziet, roep dan op straat. Wat? Faggot! Zeg, jij bent toch die faggot van YouTube? Juist, dat moet je zeggen, faggot. Dankjewel, Koen. Jij bent die faggot. Oké, maar mensen, we gaan vandaag beginnen met iets speciaals. Ik dacht bij mezelf, weet je, dat gaan we gewoon doen. We gaan gewoon iets speciaals doen. En we gaan het gewoon trappen. Ik ga een soort van een sketch van maken en dat wordt hartstikke leuk. Want ik ga een soort van, ja, acteren. Hoe je het noemt, acteren. Ik weet niet of het acteren noemt. De video heet dan ook 7 geloofwaardige smoesjes om te laten komen op je werk. En jullie zouden denken, hè? Waarom heb je dat verzonnen? Ik ben soms ook iemand die smoesjes bedenkt en zeg maar. Dus het is iets van mijn leven en ik wou dat gewoon doen. Trouwens, mijn nummer is 0611 en de rest komt vanzelf. Ha! Oké, ik ga beginnen, jongens. Yo, Arthur! Yo, Vakka, hoe gaat-ie? Yo, ik ben te laat omdat mijn huisgenoot mij opgesloten had, zeg maar. Ja, en dat moet ik geloven. Ja, dat weet ik. Oké. Je bent ontslagen! Je weet wel toch in van die films dat mensen zeggen van je bent ontslagen, ga weg! Nou, dat wou ik nadoen, maar dat ging niet zo goed. Yo, Arthur, waarom ben jij te laat? Vertel eens je mooie smoesje. Ja, sorry, de stroom was uitgevallen. Ik ben opeens stroom uitgevallen. Ik weet best. Opeens was het licht uit en ik kon niks meer zien en ik kon gewoon niet bij meer uit. Ja. Trouwens, jullie kunnen al die smoesjes nadoen, hè, jongens. Ga naar je werk toe, naar je school en zeg het gewoon, weet je. De stroom is uitgevallen, het licht was uit en ik kon gewoon niet meer in mijn huis. Trouwens, deze smoes is als mensen een auto hebben. Dus als je geen auto hebt, gebruik deze smoesje niet. Anders is het helemaal niet geloofwaardig. Vakka, Arthur, hoe gaat het, man? Waarom ben je zo laat? Vertel eens aan mij, de baas. Ja, sorry, mijn auto is vastgezet, zeg maar. Ja, er was een eekhoorn en die had de auto vastgezet. Die had zijn hoorn in mijn band gedouwd en nu is die vastgezet. Een eekhoorn. Yo, fucker gangster. Yo, waarom ben je te laat? Kom eens even hier, vertel eens. Het is zeg maar zo dat ik vast zat in het gemeentehuis, zeg maar. Ze wouden me gewoon niet meer loslaten en nu ben ik hier. Maar ik zit nog steeds vast in het gemeentehuis, hoor. Dat weet ik zeker. Oké. Ontslagen. Nou, pikketrekker. Waarom ben je te laat? Vertel eens aan oma Arthur. Ja. Ik had een lekke band en heb pannen. Deze begrijp ik niet, jongens. Deze begrijp ik niet. Heb pannen? Ik weet niet wat pannen is, jongens. Als jullie weten wat pannen is, schrijf even in de reacties wat pannen is, want ik weet niet wat pannen is. Wat? Ja, Arthur. Vertel eens je mooiste smoes ooit. Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel grappig. Zeg maar. Zeg maar weer. Hè? Dat doe je toch iedere dag? Ik ben net 18, maar ik heb ook kinderen. Weet je, ik heb ook kinderen. Waarom moet je nou zo lullig doen altijd? Ik moet mijn kinderen naar school brengen en dan loop jij een beetje... Nou zeg, jezus. Ik heb ook kinderen en dan loop jij gewoon nu te zeggen dat ik te laat... Ik moet ook was doen voor mijn kinderen. Ik moet hem ook naar school brengen. Dus ik begrijp niet waarom je zo boos doet. Ik heb ook kinderen. Ik ben net 18, maar ik kan dat wel, denk ik. Ik denk dat ze doodgaan als ik nu kinderen zou nemen. Maar dat maakt niet uit. Ik moet nog gewoon even wachten, jongens. Ja. Geloofwaardig. Ga maar zitten. Snap je hem? Ik zeg altijd eerst, je bent ontslagen. En nu is het opeens geloofwaardig. Ga maar zitten.
Nou, weet je, die duim omhoog, niet omlaag, want ik wil geen haters. Ik ben al vriendloos en als ik dan al haters heb, dan vind ik het helemaal niet meer leuk. Oké, laat maar. Nou, Arthur, vertel eens je kutsmoes weer. Ik wil die graag weten voor jou nu. Zeg maar. Het openbaar vervoer had zeg maar vertraging. Ik stond in de file. Maar als je openbaar vervoer rijdt, dan, je kan vertraging hebben, maar die trams gaan altijd ook wel door. Die hebben voorrang. Nee, maar dat maakt niet uit. Gewoon vertraging met openbaar vervoer, oké? Je bent niet ontslagen. Oké. Trouwens mensen, dit waren dus de mooiste tips om dus te laten komen, weet je. Dus gebruik het lekker bij je stage en weet ik veel wat. Want het helpt echt hoor. Nee jongens, niet doen jongens. Even één ding, de beste optie is gewoon de waarheid. Zeg dat je gewoon verslapen hebt en dat je lui bent en dat je een sukkel bent. En dat je gewoon te laat bent en dat je daar wel wat aan kon doen. Want het heeft helemaal geen zin om smoesjes te bedenken. Geintje natuurlijk, dat begrijp je natuurlijk wel. Neem het gewoon mee en doe er wat mee. En ga even naar de play, want ik weet niet waarom, maar ik heb geen snee. Want je bent heel erg gay en ik weet niet waarom ik dit zeg, want je bent gewoon een kaassoufflé. En ik vind jullie heel cool. Want ik ga mijn huis uit en ik fiets even, ik denk, twee minuutjes. En gelijk al een klein ventje van, ik weet niet hoe oud, van 10 jaar, die mij herkent. Dat vind ik super grappig, dankjewel. En als ik soms niet reageer, het is niet omdat ik egoïstisch wil zijn. Maar ik heb ook gewoon een leven en ik moet ook naar stage. Dus vandaar, als ik je genegeerd heb, het is niet dat ik je niet mag, maar het is gewoon omdat ik ook een leven heb. Jongens, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En reageer even allemaal wat pan is. En jullie zijn een stel bazen. Abonneer even, inderdaad. Nou, ik ga weer. En jongens, jullie zijn echt toppers. En ik zie jullie weer later. Later, kaassoufleetjes. Ik ga jullie kaassoufleetjes noemen. Dat is fucking hard. Dat is hard. Later, man. Hectisch leven opeens. Doei!